vakantiepark. Is daar wat mee te verdienen? Nou en of mensen, Petertje Gillis is er schat hemelrijk mee geworden. Hij heeft inmiddels 11 van die dingen en de 12e zit eraan te komen. Ja, hier word ik helemaal Fox Wild van. Een beetje miljonair heeft meestal ook een bloedknappe vriendin. En Peter heeft Nicole, 30 jaar jonger en ze heeft nogal een dure smaak. Ik zie hem daar hier, of ik zie ons wel hier wonen. Ja, top. Het is gewoon een droom. Dat het met Petertje Gillis goed gaat, mag iedereen weten. Ik zie wel dat het om Peter Gillis gaat, dat is al belangrijk. En dit moet eraf. De schrijver die moet niet op de voorkant. Villa waar Peter en Nicole met haar vier kids riant wonen. Of woonden eigenlijk, want ineens is het niet riant genoeg. De tortelduifjes hebben besloten die hut te verkopen. Ah. Wel recht staan. Staat een scheef als een huis, jongen, of niet? Hij staat top, Peter. Hoe is het? Goeiedag. Hallo. Hallo. Ik denk dat je een beetje moet verzetten, jongens. Ja? Ik denk een beetje meer naar voren, hier zo. Oké. Okay. Hier. Ik denk hier zo ergens. Ja, je zet nou precies zo'n kistje weg waar je moet komen staan, vriend. Dan zetten we dat erover. Denk ja. Ja, dat is beter. Nee, dat ziet het er niet uit zo. Nee? Nee, ja. Dat ziet het er niet uit zo, dat kan toch niet? Nee? Nee. Zet ze dan eens even terug. Dan zetten we hem even terug. Ja. Hoe ver kan het nou zien als je nou door de bocht komt? Dat zie je wel staan, hoor. Ja? Nee, maar kijk eens even dan. Vertrouwen is goed, controleren is beter. Tenzij je zelf een pleuris hebt moet lopen natuurlijk, want dan kan je dat beter zo'n makelaartje laten doen. Verder! 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 Ja? Zie je hem? Oké, kom maar terug. Ik zie nou niet of je een duim opsteekt of niet. Ik zie niks, maar zo ver is je weg. Ja? Oh, twee duimen. Nou, ga je de tong op mijn schoenen hangen, is niet? Een jaar hebben ze het hier volgehouden. Een jaar. Nou, schat, staat hij officieel te koop? Ja, huppatee. Ooit zal Peter een stapje terug willen doen. En dan zal het zoontje van de baas de boel moeten runnen. Het zoontje van de baas wordt dus al geruime tijd klaargestoomd. Om te managen, weet je wel. Nou, ik ben vandaag onderweg naar Slot Kranenhoek. Daar moeten we nog 125 chalets zetten. Nou, we hebben 125 chalets hebben we al geplaatst. Die heb ik al in de verhuur gezeten. Het is nog niet wat het moet zijn, maar de gasten waren blij. En dat hoort Peter graag. Toch een mooi stuk geworden als ik zo hier kijk, hè? Ja, toch? Ja, het ziet er niet verkeerd uit. En vandaag komen er weer 10 aan, dus even kijken dat hij in goede banen verloopt. Het is de bedoeling dat vandaag ook de chalets gezet worden. Dus ze rollen van de vrachtwagen af. Dan gaan we het leidingwerk eronder maken en dan moeten ze eigenlijk meteen gezet worden. Dus dat gaan we vandaag doen. Dat gaan ze vandaag doen. Het is nu al idyllisch, maar het wordt dus nog idyllischer. Het zoontje van de baas is er als eerste en Peters rechterhand Frans houdt een oogje in het zeil. Morgen. Goedemorgen. Koffie? Oh, lekker. Oh, dat is mij. Ja, we moeten vandaag goed kijken dat we nou alles goed inventariseren mee als we van de vrachtwagen afkomen. Ja. Dat we dat dikker wel goed gaat. Dat we ook weten jongens, in welke caravan mist. Waar? De vorige keer zijn er een aantal dingen misgegaan. Ja, dan misten er deuren in de caravans en nog wat matrassen en zo. Nou ja, en we bestellen ook chalets en geen bouwpakketten, dacht ik. Maar, de kogel is door de kerk. Peter en Nicole gaan verhuizen. En snel. En ze weten precies waar hun nieuwe liefdesnestje aan moet voldoen. Ik wil wel een groot huis en een grote tuin wil ik ook. Het moet zeker gewoon veel groter zijn dan waar we nu wonen. Dat is de grootste reden inderdaad. En als je papa en mam straks nog een keer overkomt uit Spanje? Ja, dan moeten ze wel ergens kunnen slapen.
Ja, of niet? Dus, ja. En voor mij zou er ook wel een binnen- of een buitenzwembad bij mogen. Inderdaad. En wat ik eigenlijk wil is een hoop ruimte waar ik mijn Harley's kan, zo'n privé Harley-museum kan maken. Ja. Je hoort het, het moet allemaal veel en veel groter. Veel en veel meer, veel van alles. De makelaartje denkt dat hij kan helpen en heeft iets gevonden wat helemaal perfect schijnt te zijn. Ideaal, buitenkantje en nog meer van dat makelaarsgelul. Ja. Dag Peter. Hey, die Frank. Ja. Wat is het dan? Nieuwste van het nieuwste. Het lijkt klein, maar... Het zijn eigenlijk heel grote woningen. Ja? Ja, het zijn eigenlijk heel grote woningen. Nou, ik heb het gevoel dat ik achteruit ga, maar... Laten we eens even binnenkijken. Voilà, kom maar mee. Lekker zien. Er zitten hier denk ik 300 spinnetjes op de muur. Op Parkslot Kranendonk worden nieuwe chalets geplaatst. Kant en klaar ingericht met alles erop en eraan. En het wordt spannend of dat vandaag dan wel het geval is. Want de vorige keer klopte daar geen reet van. Projectleider Bert houdt zijn hart vast. Waar zijn ze weer? Ja. Die speur is net wakker, denk ik. Ja. Ik hoop dat je vooruit beter rijdt als achteruit. Ja, kijk, hij moet gewoon tot daar rijden tot aan die meter kas en dan is het toch goed. En dan moet hij hem gewoon eraf trekken. Aftrekken? Eraf trekken. Dat is mijn Limburgs. Vakantiepark Humor. Je moet er van houden. Ik hou er niet van, maar voorlopig lijkt alles op rolletjes te lopen. Ja, Frans, maak de deur maar open. Ja. Als vandaag alles compleet is, dan kunnen we al die ellende van de vorige keer vergeten. Ja, hier missen we dus al een linkse deur. Die zit er al niet bij. Het is toch raar dat die deuren er niet zijn, hè? Ja, en hier zijn de deuren weg. En hier mis je ook de matras. Stel je toch voor, zeg, dat vandaag alles picobello perfect zou zijn. Leg je hem nou los? Ja. Hè? Er zal wel één keukendeurtje zijn. Er zal wel een keukendeurtje zijn, als ik het zie hier mist... deze kant al. Dus hier mis je al een keukendeur. Maar kijk, en nou is eigenlijk de vraag, waarom hangt die niet erin? En dan moet nog een scharnier meer. Ik neem aan dat je twee scharnieren nodig hebt. Ik denk wel, maar dat zit er niet aan die deur? Nee. Kijk, maar dat deurtje hoort normaal eigenlijk gewoon erin te hangen. Maar dit onderstreept nogmaals dat het van belang is dat iemand die er verstand van heeft, controleert of er alles is. Daar hoeft er helemaal geen verstand van te hebben. Iedereen ziet dat hier een keukendeur in moet zitten. Dus... Dat is toch gewoon belachelijk. Peter en Nicole hebben de makelaartje een zoekopdracht gegeven. En het makelaartje zelf is dol enthousiast over dit werkelijk unieke object. Het leuke is dat je in de keuken bezig bent, dat je echt blijft kijken over die entaan. Veel lichtinval. Waarvoor zitten er eigenlijk twee ovens in? Dat is praktischer, denk ik. En, ja. Ik zie in een thuiskeuken het nut niet van twee ovens. Ik had er dan een oven ingezet en eventueel een stoomoven langs. Dat had ik dan gedaan. Dat is gewoon landbouwgrond, of is dat? Ja, inderdaad. Klopt. Aha, zomers meur je daar dus weg in de strontlucht. Goed om te weten. Hoeveel slaapkamers zitten er in, Frank? 3 ramen slaapkamers zitten er bovenin. En dan 2 aansluitende badkamers. Dus... Ja, dat is al te weinig. Dat is al te weinig, ja. We hebben 4 kinderen thuis wonen. Dan zal je die hiernaast erbij nemen. Ja, maar dat gaat ook niet werken, want dan moeten de kinderen daar wonen en wij hier. Dat werkt ook niet. Nou, dat is rustiger. Of ik daar ga zitten. Ja. Ja, in uw eentje, ja. Dan heb ik nog te weinig slaapkamers in mijn eentje met 4 kinderen. Kijk, bij die kinderen gaan liggen. Oh, ja, zeker. Ja. Hé, hey, dat is niet helemaal iets. En dit is aan de boven thuis van de woning natuurlijk, hè. Kom maar eens even kijken. We zullen hier beginnen met een master bedroom. Met aansluitende badkamer natuurlijk. Moeten ze de poetsvrouw hier die vliegjes weg laten halen? Ja. Wij moeten een groot huis hebben. Nou, die slaapkamers zijn niet echt heel groot, hè, schat. Nee. Past ons bed niet in ieder geval. Dan kunnen wij niet hartse flassen hier. Dit is veel te klein. In Casa Gilles, met aan de koopbord in de tuin, heeft Nicole nog een paar privéprojectjes lopen. De vrolijkste miljonairsvrouw van Nederland heeft besloten dat zij, net als Linda de Mol, een goed doel moet beginnen. Kom om eendeneitjes bij jou te halen. En als je eendjes uitbroedt, de eerste die zien ze altijd als mama. Dus dan ben ik benieuwd of ze dan wel blijven. Ja, want
tot nu toe slaan die klote beesten alleen maar op de vlucht. Daarom heeft ze nu een eigen broedmachine en die moet Mieke in elkaar zetten. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Ja. Ja, ik moet in ieder geval eenden apparaten installeren en ik snap helemaal niet hoe dat werkt. Ik denk, jij hebt ook vogels, dus misschien weet je hoe dat werkt. Oké. Kijk, hier staat die, het apparaat. Ja. Dat moet in elkaar gezet worden, want we gaan eendjes uitbroeden. Ja. Dus vandaar. Oké. Nou. Even kijken, hoe werkt dat ding? Zit er niet een ding in? Hier zit een handleiding in. Ja, maar ik kan geen vreemde talen lezen, hè? Wat is stap 1, Mieke? Ja. Oei, oei, oei. Wat staat hier? Carafuli, read the instruction manueel. Ik moet weten hoe ver dat ding erin moet. Wat zegt die handleiding? Wat die handleiding zegt? Stap 3 dan. Installation to supply of accessoires, zoiets. Installation thermometer with hout. Ja, ik lees half, hè. Renovation for is all cas. Wish of wench, weet ik wat hier staat. Ik versta het zelf niet. Ik weet niet wat hier staat. Wench. When necessary. Dat betekent wanneer nodig. Oké. Okay. Peter heeft gehoord dat over de allergrootste leiders ter wereld boeken vol zijn geschreven. Over Steve Jobs, Bill Gates, die Facebook-knul. En het is hoog tijd dat iedereen kan lezen over Gilles de Grote. Nou is er al een schrijver bezig geweest en vandaag komt de uitgever langs. Daar moet Peters vaste vormgever Gerben natuurlijk bij zijn. Een goede middag. Dag, meneer. Meneer Gilles. Waarom bij, jongen? Hoe is het? Ja, wat dacht je? Oh, te dik dat ik. Oh, lekker. Lekkere broodjes. Worstenbroodjes. Nou, laat hem maar eens gauw uitkomen. Dan zet ik mijn hoed vooraf. Helemaal goed. Maak hem eens open. Huppatee. Nou, laat maar gelijk even aan beginnen. Pak ze zelf ook in, hè? Smakelijk. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. We laten de cover van het boek, ja. Maar die heeft hij ontworpen. Ja. De uitgever is een van de laagste levensvormen. Maar ja, helemaal zonder ken je ook weer niet. En dat weten ze. Daar heb je hem. Ik heb dus open. Welkom. Hey, goedemiddag. Middag. Jonathan. Hey. Hebben we? Hey. Ja, zeker. Ja, kom net op tijd, jongen. De worstenbroodjes zijn nog warm. Lekker, hè? Heb je ze al voorgeproefd? Die hebben ze in Amsterdam niet, hè? Dat hebben we niet, nee. Alleen zij het ook. Pak een broodje, jongen. Lekker. Dankjewel. Zal ik er ook nog gauw een pakken, jongens, want anders komt die doos nooit leeg, hè? Nicole en Mieke en het mysterie van de broedmachine. Dat kring moet in elkaar, maar niemand weet hoe. Gelukkig is er een handleiding. Ja, en gaat daar nu die laatste ook nog een ei tussen? Ja, dat is voor de kleine eitjes. Mieke draait ding eens vast. Is die vast? Nee, die zit nog niet vast. Toch, dat klikt die daar niet op. Nee. Nou, die zit nog niet echt vast, Mieke. Jongen. Ja? Ja. Ja. Staat er ook ergens in hoeveel water erin moet? Ik zal eens lezen, wacht. Viel in de pan. Ga hem hier even bij het stopcontact parkeren. Hij moet eerst op temperatuur zijn, Mieke, dus dat duurt nog wel even. Ja. Hoppakee, ga mijn koffie drinken. Die randstedelijke uitgever probeert heel beleefd zo'n worstenbroodje te verteren en laat trots zijn werk zien. Of je zwart-wit wil, of kleur, of deze wil ik al niks. Vriendelijk. Dat kan al weg. Nou, deze is net een gebroken nek heb, dat is ook niks. Nou, dit is ook alweer zo in dat ik denk, nou, ik zit een beetje met een gebroken nek, dat is al niks. Ja. Ik zie wel dat het om Peter Gilles gaat, dat is al belangrijk. Waar gaat het om, hè? Daar gaat het eigenlijk om. Ik vind het niet zo mooi. Wel de auto, maar de muur niet. En je hebt er verstand van. Ik vind deze het mooiste omdat kleur polo shirt vind ik heel mooi. Kleurt ook goed bij je ogen. Mooie donkere achtergrond. Goudtintje. Dit kunnen we mooi glimmend maken op de cover. Doen we een folietje over. En dit moet eraf. De schrijver die moet niet op de voorkant. Ga ik hem dat vertellen? Dat vertel ik mezelf wel.
Nee, die hoort niet aan de voorkant, snap je? Het boek over Peter Gillis en dat hij het geschreven heeft, ja, wordt hij ook voor betaald. Dus laat hij maar mooi binnen bij het rijtje waar jij ook bij staat. Hè? Prima, ik vind het allemaal prima, Peter. En ik gun het die Mark wel, maar het gaat niet om Mark, snap je? Zeker. Het gaat om Peter Gillis en de biografie, noemen ze toch de inhoud van het boek? Ja, biografie. Dat gaat over en iemand die de foto's heeft gemaakt, zet die allemaal in het rijtje erbij. Maar dat weet jij veel beter dan ik. Zeker. Ik heb er nooit een schrijver voor op zien staan. Of nee. Nee. Ja, in principe op elk boek wel, maar dat, dat maakt niet uit. Dat, het is ook wat jij prettig vindt en je moet de cover dan toch delen met zo'n schrijver. Ja, daar zie ik niks in. Maar daar ga ik hem zelf over vertellen. Nicole's moederinstinct is niet te stuiten. Ze gaat met een soort high-tech IVF-machine haar eigen eenden uitbroeden. Eenden die wel bij haar willen blijven. Gaan de eieren erin, Mieke? Ja, de eieren kunnen erin. Staat op 100. Precies 100, hè? Precies 100. Ja, doe maar. Ik hou wel vast. Hoeveel keer per dag moet je die draaien? 2 keer. Hoe ga je dat nu doen om te wisselen? Ga je daar een kruisje op zetten? Of... Nee, ik ga dat gewoon mijn wekker zetten op mijn telefoon. 2 keer per dag. Ja. En dan ga ik ze gewoon wisselen als ik er ben. Hè. Zo ga ik dat doen. Zo. Nou, mandje weg. Dingetje er terug op. Over 28 dagen komt Kwik, Kwabbel en Quinty. Ja. Peter heeft al een schrijver tot op het bot beledigd. De dag is nog niet om. En dus nu is Mark aan de beurt. Die knul trapt er iedere keer weer in. Ook nu als een paar hem uitnodigt voor een rondje over het park. Zo, even het sanitair gebouw kijken. Ja. Vorige keer was dan mijn schoonmaak waar wat druppels eraan en zo. Dan wil ik nou wel eens even kijken. Een paar weken geleden wandelde de grote baas het toiletgebouw binnen. En ja, hoe zeg je dat? Passiematig enthousiast. Jongen, zo gaat toch alles naar de kloten? Ik snap al dat je schimmel hebt in het toiletgebouw hier. Ja. Hè? Want zo veroorzaak je het allemaal. Zo maak je het allemaal nat. Mm-hmm. Nou, buiten ziet er in ieder geval netjes uit. Hè? Ja. Vorige keer waren de kliklijstjes leeg. Dat is nou netjes gevuld, dat zie ik wel. Ja. Hangt scheef. De vorige keer stond die zooi blank en weer voel ik nattigheid. Maar Mark heeft er nog vertrouwen in. Waar zie je weer? Die was 100% zeker in orde. Ja, hetzelfde als ik hier kom, dan is het niet in orde. Ja, zeker. Nou ja. Ja, 100, ja. Wat is dan de rest? Ja, dat weet ik niet. Maar ja, ik kan ze op blijven hangen. Hè. Dus ik denk, als ik niet moet liegen, nummer 6 of 7 van het seizoen. Ja, Mark, maar dan... Maar ik ben vanmorgen zelf... Dan denk ik dat je hier voor een ander systeem moet kiezen. Ja, het zal hem vast moeten schroeven. Ja, X. Als ik deze zie, dan denk ik dat je... Wat er gebeurt? Valt hij op? Jawel. Mark, als hier de 7 nog in zit, hè, en ik zie hoe dit bevestigd is, dan valt hij en dan zal de schoonmaakdame zitten hier. Nee, die halen. Dus bij de dames ook. Dan ga ik daar eens even kijken. Nou, daar hangt hij gewoon, hoor. Ja, nee, maar daar blijft hij dan natuurlijk ook hangen. Kijk, dan zou ik jou zeggen... Ze zijn nog gebroerd om de sticker van de vuilnisbak af te halen. Ja, hier zit hij wel schroef. Ja, hier zit hij wel met schroefjes. Ik snap wel, ieder idioot, jongens. En dan gaat die automaat er 10 keer af en jullie plakt iedere keer weer dezelfde terug op. Oh. Ik valt hier ook af? Nee, meneer. Nou, katastrofe, hè? Mooi om te zien dat het nu wel goed is. In het hoofdseizoen werkt horecachef Samir van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Hij heeft al langere tijd tabak van het personeel. En zin om van de grote baas op zijn kloten te krijgen, heeft hij ook al niet. Dus moet hij zelf aan de bak. Daar baalt hij stevig van. Ja, die jongens moeten leren gewoon een beetje netjes afsluiten. Ik hoef de schouwmachine ook eens nog niet. Hoort erbij, ja. Groot seizoen, hè. De bark is vol. En wij moeten echt de hele dag aanwezig en werken ook. Om alles goed afgesloten of niet. En ik zie het, is niet goed afgesloten. En dan na 12 uur bij beginnen met matras opruimen. En dan moet ik ook de gokkasten allemaal en de spelletjes in de gang moet ik leegmaken. Ik ga niet naar huis tot deze is allemaal klaargemaakt.
Ondertussen doet zoontje van de baas een rondje over het park met iemand die wel aardig tegen hem is. Hoofdtechnische dienst Jan Pieter. Die twee vermaken zich uitstekend in elkaars gezelschap. Geen moeilijk gedoe, geen geschreeuw. En als twee sociale boa's houden ze de boel in het gareel. Kom eens, ik Jan Pieter. Ik ook, ja. Oh, er is ergens een feestje gaande. Feestje gaande, ja. Dat moet niet gekker worden. Goedenavond. Hallo. Het is hier gezellig, of niet? Ja, zeker. Deze camping wel. Ja, alleen de muziek is niet zo fantastisch voor de buren. Oh. Nou ja, de muziekkeuze wel, maar... Nee, dat gaan we hem gewoon iets achter zetten. Ja? We zetten hem gewoon. Willen jullie dat doen, alsjeblieft? Ja, dat is goed. Helemaal goed. Zullen we proberen niet meer mee te zingen? Nee, nou, meezingen is voor mij geen probleem, alleen... Geen fijne avond. Nee, dankjewel. Filmsen. Jullie zijn veel te jong dat jullie ons proberen te versieren. Oh, nee. Ik moet wat. Ik moet wat. Ja, ja, ja. Bij gebrek aan beter. Ik heb op de camping, dat scheelt. Dames, rustig aan. Doei. Samir heeft zijn werk gedaan. Dat van anderen trouwens ook. En nu moet hij alleen nog even die gokkasten en speelmachines leeghalen. Eitje. Goedenavond. Hallo. Ik zie de flipperkast niet. Ik moet Ivo Mark bellen om te weten waar is de flipperkast. Hé baas, weet je iets over de flipperkast? De flipperkast is weg. Ja, is gewoon weg. Is Theo heeft niet opgehaald of weet je iets van? Oké, dan... ja, is weg. Kan je met mij even de camera bekijken? Mark komt om, wij gaan de camerabeelden bekijken. En wij kan zien, ik snap het niet. Is niemand van ons? Hij weet ook niet. De flipperkast is pleiten. Een loodzwaar ding. Weg. Wat rest is een plaatsdelict. Dit schreeuwt om een sporenonderzoek. Hé hey baas. Yo. Jij gaat niet geloven. De flipperkast is weg. Hoezo weg? Ja, is weg. Ik weet het niet. Is serieus. Ik kom om licht te maken. Is helemaal weg. Ik schrok helemaal kapot. Maar er zet er s'nachts wel het alarm erop. Ja, elke nacht ik doe mijn alarm. Je kan nachecken bij de meldkamer. Elke nacht ik doe het gelijk als ik klaar met de dag sta en alles en ik klaar met werken. Ik doe het alarm. Er komt overdag er niemand binnenlopen hier en de flipperkast naar buiten. Ja, ik snap het niet. Mijn hoofd is helemaal verlam. Ik weet niet. Mogen we aan de camera's kijken? Goed. Met duizenden gasten valt diefstal niet uit te sluiten. Maar we hebben het niet over een rol drop. Iemand is er met een flipperkast vandoor gegaan. En dat doe je nooit onopgemerkt. D7. Ruud Blend. Ja, wel goed. Ja, dat is hem. Nou ja, dat meen je het niet. Jawel, dat is hem. Niet normaal. Hij is helemaal alleen. Ja, dat kan toch niet. Hij had er niet alleen in geklapt. Maar ik heb deze man gezien achter bij ons in de parkeerplaats. Hoezo bij jouw parkeerplaats? Ja, hij stond raar en ik heb hem weggestuurd achter bij de parkeerplaats. Maar ik ken zijn auto. Ik herken zijn auto. Hij heeft een zwarte Opel. Nou, wat een brutale mensen. Wat een brutaliteit, ja. Ja, kijken wat voor lef hij heeft. Smeer, als jij die auto's gaat zoeken. Goed. Dan ga ik de camera's terugkijken. Jan Pieter, als jij even bij ons in het systeem kijkt. Ja. Dan hoop ik dat hem vinden. Dan, ik ga de kast terughalen. Peter heeft zijn huis op de markt gegooid. Te klein, te krap. Dus nu moet er iets groters komen. Nou heeft hij ooit een kasteel bekeken. Was vervolgens zo onverstandig om dat aan zijn 30 jaar jongere vriendin te vertellen. Want zij zag het ineens helemaal voor zich. Kasteelvrouw worden. Met een bordes. Kortom, Peter heeft die makelaar even lekker gemaakt. En is onderweg. Erik heeft gisteren even de sleutels afgegooid bij ons. Dus ik kan direct de poort inrijden en dan kan ik gaan kijken. Het is een hartstikke mooi kasteel. Maar ik moet wel even kijken, jongen, wat de status is van het kasteel. Ik heb natuurlijk 15 jaar geleden het kasteel gezien en aan de rand heb ik het nooit meer gezien. Het is een kasteel met waterplas. Het ligt op 17 of 17,5 hectare grond. Een koetshuis erbij. Ja, ik geloof, ik denk wel 20, 25 kamers.
Maar er moet wel het een en ander aan gebeuren. Dus ik wil het eerst wel eens zien. En dan moet ik kijken of ik het in handen kan krijgen natuurlijk. Kijk, hier kom je eigenlijk al... het is een kasteelpoort. Een grote gracht eromheen. Wauw, dat is niet normaal. Hier. Kijk hoe groot dat is. Dat is niet normaal. En daar heb je dat koetshuis. Oh, dat is inderdaad ook heel groot. Kijk hoe groot. Mooi gras erachter zo. Echt heel mooi. Ja. Samir heeft de flipperdief geïdentificeerd. En Mark en JP hebben besloten dat het inschakelen van de politie niet nodig is. Je moet daar ergens links, Jan-Pieter. Er is een appartementencomplex. Wat dan? Een Opel zoeken we. Nou staan er twee daar. Goedenavond, vakantiepark Prinsenmeer. Ja, ik wil eens even komen praten over gisteravond. Ja, ik kom naar boven. Het werd een kort gesprek. De krachttermen die vielen zijn op dit tijdstip helaas niet geschikt voor uitzending. Maar die gozer haalt die flipperkast uit zijn berging. Ja, zo kom ik gisteravond ook op de camera, ja. Satisfaction. Ja. Satisfaction. Ja. Wat heb je het ding gisteren waren vlugger. Ja. Schadig hem niet, hè? Toch, jongen, toch. Dit idee bevalt Peter wel. Zijn eigen kasteel met een slotgracht, paleistuin, een koetshuis en genoeg ruimte voor de kids van zijn vriendin. Groot kasteel. Echt wel? Ja, mooie locatie, hè? Eens kijken. Mooi. Ja. Nee, mooi spul. Echt wel? Vind ik. Heel groot. Ja, ik heb alles groot, dus het past allemaal wel. Wat is mijn eerste indruk? Groot. Naast groot is er ook sprake van groot onderhoud. En dat heeft zo te zien al een tijdje niet meer plaatsgevonden. Dit gaat geld kosten. Oh, kijk. Nou, dat is niet normaal. Het is oud. Er zitten echte originele plafonds nog in. Oude tegeltjes. En hier hebben de kapel. Neem je hoed af. Ja, daar moet je hoed af, ja. Kijk eens hoe mooi. Nou, schat, hier kunnen we wel trouwen, hoor. Ja, dit is gewoon mooi. Hoor je me? Nee. Wou we anders altijd een kapelletje bouwen voor ons moeder en zo. Ja. Dit is voor ons moeder top. Mooie Maria-beeldjes strak wegzetten. Ja, zeker. Peters moeder is in 2019 overleden. En tot de dag van vandaag bezoeken ze haar graf. Om even bij haar te zijn. Nou, zal er wel trots op zijn zo, ons moeder. Hè? Denk het ook. Dat weet ik wel zeker. Dat was natuurlijk een oogappeltje bij ons moeder. Ja. Ging iedere dag op de koffie en ja, ik ben blij dat je ze gekend hebt, hè? Ja. Ja, ik heb altijd voor ons moeder gezegd, joh, daar bouw ik nog een kapelletje voor. Gewoon waar ik een kaarsje op kan steken en dat soort dingen. Ja, dit is fantastisch. Dan hoef ik nou niet meer te bouwen, dit is gewoon mooi. Ik ga mij wel af dat je af gaat stoffen die deur daarboven. Het ligt uit, want het kost geld. Nou, ik ben wel enthousiast. Supermooi. Even kijken in het koetshuis. Daar konden we ook in. Ja, dit vind ik helemaal top. En als ik nou hier zie, ja jongens. Kijk nou hoe mooi die vloer is zo. Je hebt veel mensen die minder wonen als in dit soort dingen. Ik heb hier wel een ideetje bij wat jij hiermee kunt. Weet je, ja? Dat jij hetzelfde idee hebt. Ik heb er nog niet over nagedacht, want... Nou, ik zou hier jouw Harley & Jukebox Museum maken. Ik denk dat dat een perfecte locatie is daarvoor. Oh, ja, dat... Heb je het aan huis? Moet je eens kijken, wat een mooie, prachtige locatie. Ja. Nou, Nicole heeft wel een goed idee. Die zegt Harley Museum. Dat heb je altijd al gewild aan huis. Harley & Jukebox en gokkasten. Ja. Dat heb je toch altijd al gewild aan huis? Nou, dan heb je hier de perfecte locatie. Ja, ik vind het ook echt... Het is ook een beetje in de stijl. Ja. Hoe er weinig aan te doen. Zomaar weinig erin te zetten en dan... Wat sfeer en wat beleving erin en dan... Dat is het. Mooi. Die mafklapper met die flipperkast rijdt braaf achter Mark en JP aan. Hij moet en zal hem persoonlijk terugkomen brengen.
Dat leek Mark wel een gepaste straf. De vernedering om het daglicht Samir onder ogen te moeten zien. Achteruit erin. Zo. Ja, kom maar. Nou, stap maar. Ja, nou, doe maar open. Ja, dan leid het ding maar uit. Kom maar uit. Oké. Ga je nog voorzichtig aan de tijd? Ja, mijn bedoel er. Dan denk ik. Nee. Ik heb hier ook geen woorden voor. Nee, kijk, ik accepteer dat jouw woorden niet. Sowieso. Kan ik u eerst mee helpen, meneer? Nee, ja, dat ding uit laten. Oké. Ik sorry. Wat? Van je gaat dit ding stelen? Ik wil niks stelen, meneer. Sorry. Nee? Wat, heb je gelinten dan of zo? Of wat is de bedoeling mij? Wij werken helemaal kapot, vrienden hier. Koekwaus. Ja, don erop, man. Je moet niet met onzin woorden aan mij vertellen. Ja, krokodillentranen, jongen, houd toch op. Hij kan zijn de was, maar hij ben ik helemaal kapot ook van zijn centen. Het gaat mijn poten van andermans spullen achterblijven. Ja, meneer. Zijn naam wordt geblokkeerd in hier? Ja, ja. Hij krijgt een parkverbod. Ja. Ik wil niet allemaal park ook niet. Nee, nooit meer. Nee. Dat snap je zelf toch? Zeg, hij doet ook alleen, dus dat kennen wij dan. Ja, dat kennen wij ook al. Oh. Moet ik mij helpen? Nee, je hoeft helemaal niks te doen. Blijf maar daar. Wij weten waar hij woont. Hallo, daar zijn we weer. En dit optrekje staat te koop. Dan moet je nooit het achterste van je tong laten zien. Dus Peter oefent alvast wat er allemaal niet aan deugt. Kijk, wat een groot spul. Ja, dat is niet normaal. Moet niet aan denken aan die gasmeter. Om het warm te stoken. Ja, het is precies echt goed. 15 jaar geleden was het precies hetzelfde. Die raampjes eruit, slecht. Die zijn gewoon rot, die kozijnen. Ja, die kozijnen in. Nou, de verf bladdert af, was toen ook. Hier ben ik denk anderhalf jaar bezig of twee jaar om het eens een keer te restaureren. De prijs is heel fors. En als Peter het al heel fors vindt, dan is het ook echt heel veel. Heel veel nullen en een groot cijfer aan de voorkant. Kan ook niet anders. Dan ga ik natuurlijk de sleutels niet terugbrengen. Dan laat ik hem eens een keer bellen van... ben je alweer eens kijken? Ja, ja, ik zeg nou. Het viel me wel tegen, ga ik zeggen. Er moet echt veel gebeuren. Ik ben er echt van geschrokken, ga ik zeggen. En dan ga ik proberen wat te onderhandelen en dan, ja. Dan zie ik hier wel... ik zie mijn eigen hier of ik zie ons wel hier wonen. Ja, top. Het is gewoon een droom. Er komt niet alleen een boek uit over Peter, maar ook een cd. Of plaat. Singeltje, weet ik veel. In ieder geval moet die presentatie perfect verlopen. Locatie, Park de Blauwe Meer. Daar wordt straks opgetreden door piratenzanger Dave Joosten. Je weet wel, bekend van zijn grootste hit, Opa. Ja mensen, dit wordt een onvergetelijke dag. Schiet het al op, jongen? Lekker. Oh, geen kabels in zicht, hè? Nee. Oh. Ik heb het allemaal af. En niet voor mijn logo gaan staan daar. Staan er weer recht voor. Dat is de man van het geluid. Dus... Jammer, hij staat al voor mijn vlag. Daar staan we al niet aan. Ja. Die hebben die speciaal opgehangen daar, snap je? Ja. En dan ga je voor mijn logo staan, dat vind ik al niet fijn, dus dat is al niet slim. Die ballonnen moeten ook weg. Die staan ook voor mijn logo. Die staan voor het logo. Nee, ik moet zo zien, nee. Dave, als jij aan het zingen bent, ga ik ook niet voor jou staan. Snap je? Dat hoop ik niet. Nee, maar gelijk. Snap je? Dat gaan we daar doen. Ja, maar hij snapt het niet. En die kabels niet in zicht, heb je gezegd. Alles draait om de details. En als Peter zo'n bui heeft, dan deugt er werkelijk helemaal niets meer. Vriend, kom eens even mee naar buiten. Kijk, al die kleedjes met de beste bedoeling, maar dan waait het allemaal om. Ik zou die kleedjes er allemaal afhalen. Gooi nou niet gelijk weg, vouw dan gewoon op. Hij propt dus ook op. Ja, hoezo? Ja. Dus gewoon netjes opvouwen, dan kost het cent per stuk. Ga eens gauw een worstenbroodje of frikandel halen. Dat was ik al op voorbereid, kijk eens. Worstenbroodje, nee, een right. Appel. Ja, nee, je moet een appel. Beter als een worstenbroodje. Nicole! De tand is eruit. Nee. Ja, doe die appel, man. Heb dan gewoon een worstenbroodje gedaan. Echt waar? Nou. Nou, dat is lekker, jongen. Ik zit net voor die presentatie hier. Ja? Nee, doe die kutappel. Weg ja. Ermee. Ja. Had ik gewoon een frikandel gehaald of zo. Nee, als hij los heeft gezeten, dan was hij er daar ook mee uit geweest. Nou, catastrofe. Valt het op, of niet? Ja, de. Persoonlijk vind ik het nog wel meevallen, maar er ligt een noodplan klaar. Hé, hey, kabouter. Mijn tand is eruit. Ja, ja, hier door een appel die Nicole bij had. Ik eet nooit geen appel, snap je?
Dat is ook de laatste appel die ik op heb. Hey, kan je me even in het gilet... wat is dat? Twee componenten lijn. Ja, dat is zo'n plastic zakje met van dat... zo twee van die zakjes erin voor je tand te lijmen. Waar ligt die? In ons gilet. In ons gilet, het laadje langs van huis. Hey, je moet opschieten, want het begint zo hier. Ja, ik ben al zo. Nou. Gaspedaal is rechts, hè? Ja, opschieten. Paniek in de tent. Precies op het moment dat Mark loeidruk is en zich toch al helemaal kapot werkt. Gelukkig weet Peter dat hij op zijn zoon kan bouwen en dat hij direct te hulp schiet. Oh, dat was papa. Met een tand uit eruit. Een tand? Ja, een tand uit de kin van een kroon. Die had je een appel gebeten en dan is de ring eruit. Oh. En nou? Ja, dan moest ik een of ander kit halen. Die lag bij hem thuis. Maar ik doe eerst de rest in mijn koeken, Peter, mijn koffie en dan... maar het haast, want de CD-presentatie begon zo. Ah, oké. Ja. Een koekje. Ja, smaakt goed. Ja. Het is vertederend om te zien hoeveel daadkracht Marky toont op het moment dat zijn vader in nood verkeert. Ondertussen is het nog een minuut of zes voordat die presentatie losbarst. Keukenlaan. Ah ja, ja, tandenplak in de keuken. Wie verzint zoiets? Ondanks het feit dat je moet betalen om Dave Joost te zien optreden, begint het al aardig vol te stromen. Massa is kassa, denkt Peter, met zijn tand uit zijn muil. Nou, waar blijft onze Mark? Nou, dat weet ik niet. Oh, het begint zo, hè? Ja. De tandenvee. Nee, het begint zo hier, jongen. Het begint zo, daar ken ik niks aan doen dat jij je tand verliest. Nee, geef maar mij. Nee. Ik denk dat dat verstandig is. Hoe hadden we dat voor elkaar gekregen? Ja, met zo'n rotappel, joh. Ik heb nooit geen appel. Er is Nicole appels bij. Ik zeg al even frikandel of zo. Kom, Nicole, die mensen komen allemaal naar binnen, ja. Ik moet daar naartoe, hè. Nou, die tand erin. Even wachten. Je moet even je tand droog maken. Doe jij dat maar met een servetje. Zo aanstellen, jongen. Ja. Met die nagels. Niet doen. Ik ga een drankje halen. Geen dank. Ja, dankjewel. Ja, en één keer dan? Ja, dat komt dadelijk wel. Eerst die kit drogen. En ook bijten. Goed op elkaar bijten. Hey. Bijten. Krijgen allemaal de uitgebreide video van Dave Joost als aandenken. Het singeltje kunnen ze straks apart kopen. Behalve als je hem laat signeren, dan is hij gratis. Oké, let's go. Het eerste exemplaar van Massa is Kassa. Hij is wat groot, heb ik begrepen. Dus je kunt hem niet in de cd-speler stoppen. Oh, die is mooi. Ja, zeker. Dankjewel. Ik word er nou wel Fox Wild van, hè? Ik zou zeggen, allemaal proost! Ja. Proost! Succes! Hier komt die Massa's Kassa! Oké, we gaan met die handjes! Massa is Kassa, dan moet ik hun zeggen. Denk u dat een heidoo zijn? Als het plans, ja, hij weet wel hoe het moet. Met de beste vlugel komt er altijd goed. Kassa. Maar onze smoorverliefde tortelduif is Maastricht onveilig. Kijk, een mooie ring, schat. Ja, ja. Ik vind die ook mooi. 3500. Nee, ben ik. Ik vind die mooi. En kunnen die drie nog levende vissen eindelijk weer zwemmen? Oeh. Kijk maar dat ding. Die viskeur, dat is echt niet te harde. Droom er niet van. Tot de volgende keer. Houdoe.